Dag iedereen, welkom in Brugge voor het webinar rond symptoomcontrole bij COVID-patiënten. Voor we effectief met het webinar van start gaan, geven we eerst nog het woord aan de voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, Gert Huysmans. Gert, over naar jou. Goedenavond iedereen. We zitten ondertussen in de tweede golf van COVID, dat is meer dan duidelijk. Er zijn ondertussen ruim 13.000 overlijdens en bijna 200 overlijdens per dag. Dat zijn ontstellende cijfers. En tegelijk is het natuurlijk zo dat je die 13.000 overlijdens ook moet afzetten tegen de 110.000 overlijdens die er sowieso elk jaar in België zijn. En dat is nogal wat. En ook die andere personen die zijn overleden in heel die COVID-pandemie, in die eerste golf, nu in die tweede golf, hebben toch de effecten daarvan moeten ondergaan. Mensen zijn, denk ik, in de eerste golf gestorven, ziek geworden, ernstig ziek geworden, op een manier die ze niet hadden kunnen denken enkele maanden daarvoor. En wat we vandaag proberen te doen, is te leren uit de eerste golf, kijken hoe we het sterven, de levenseinde zorg beter kunnen maken, telkens opnieuw, ook in die tweede golf, mogelijk in een derde golf voor de komende maanden. Want wat hebben we geleerd? Uiteraard is er zeer veel aandacht gegaan naar het virologische verhaal. En dat is duidelijk en dat was ook nodig. Maar er is wellicht te weinig aandacht gegaan naar het palliatieve verhaal. De ondersteuning die ook de hulpverleners hebben gehad in die eerste golf. Hulpverleners die vaak minder vertrouwd waren met sterven, die vaak geconfronteerd werden met afdelingen waar op korte tijd zeer veel mensen ernstig ziek werden en stierven en die daar niet voldoende op voorbereid waren en niet voldoende ondersteund geweest zijn. Wel, daar willen we vandaag onder meer met deze webinar toch een basis bieden die iedereen moet in staat stellen aan betere levenseinde zorg te doen. En dan focussen we vandaag vooral op pijn- en symptoomcontrole. Dat is natuurlijk een belangrijke poot, niet de enige poot, maar een belangrijke poot van palliatieve zorg. We weten ondertussen uit internationaal onderzoek welke symptomen bij COVID het meest vooraan staan. Uiteraard kortademigheid, dat spreekt voor zichzelf. Het gaat nog altijd over een longziekte. Maar ook bijvoorbeeld verwardheid, delier, is iets wat zeer frequent is en vaak moeilijk te controleren was. Maar vergeten we ook dingen niet zoals pijn. Wanneer de doorbloeding vermindert, dan komt ook vaak pijn op de voorgrond. En soms is het dan nodig, wanneer die symptomen niet meer onder controle te brengen zijn, om over te gaan tot sedatie. En ook daar moeten we aandacht voor hebben, denk ik. Ten slotte wil ik nog iets zeggen. Wat we vandaag aanbieden is in een notendop basis palliatieve pijn- en symptoomcontrole. Maar goede palliatieve zorg is altijd een tandem. Een tandem tussen de basis palliatieve zorg die elke hulpverlener die met die problematiek geconfronteerd wordt in de vingers zou moeten hebben en tegelijk ook de gespecialiseerde, georganiseerde palliatieve zorg die die eerste lijns hulpverleners ondersteuning moet bieden. Jullie kennen allemaal de PST's in de ziekenhuizen, de palliatieve supportteams, de MBE's, de multidisciplinaire begeleidingsequipes in de thuiszorg, de netwerken palliatieve zorg. Wel, de georganiseerde palliatieve zorg, de gespecialiseerde palliatieve zorg staat klaar om dit samen met jullie te doen. En dus kijk ik met veel belangstelling uit naar de webinar van vanavond. Ik wil ook HoWest danken voor de prettige samenwerking bij het tot stand komen van deze webinar. Maar ik kijk met veel belangstelling uit naar wat er vanavond op jullie bord komt. Dag iedereen, welkom terug bij mij en Griet hier in Brugge. Toen ik Griet, ik denk eind maart, contacteerde om te vragen of ze bereid was om mij te helpen om een e-learning te maken rond symptoomcontrole en palliatieve zorg voor die patiënten met COVID-19, hadden we echt niet verwacht dat we hier vanavond voor 900 mensen live gingen zitten om een webinar te verzorgen.
Dankjewel om te luisteren. Dankjewel ook aan iedereen om in de vrije tijd, want het is avond, dus ik veronderstel dat heel veel mensen in vrije tijd aan het kijken zijn, die interesse hiervoor te tonen. We willen starten om te zeggen dat we weten dat we vandaag enkel focussen of grotendeels focussen op de fysieke symptoomcontrole bij deze patiënten. We weten dat palliatieve zorg veel meer is dan enkel de fysieke symptoomcontrole, maar we moeten toch ergens mee beginnen. En dan denk ik is het fysieke luik wel ook een heel belangrijk luik, zeker nu in deze COVID-periode. Terwijl Griet en ik onszelf voorstellen, willen we jullie uitnodigen om in te loggen op WhoClap. Via WhoClap zullen we de komende 2 uur jullie af en toe een vraag stellen. Met die vragen, vooral met de antwoorden op die vragen, kunnen we ook naar de overheid stappen om bijvoorbeeld aan te geven dat er bepaalde tekorten zijn, zowel op het vlak van vorming, maar ook op het vlak van materiaal enzovoort. Dus je kunt die WhoClap gaan consulteren door ofwel met je gsm de QR-code te gaan scannen, ofwel kan je ook in een nieuw tablet of ook gewoon in je gsm de URL www.whoclap.com/fpzv, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, vanzelfsprekend gaan brengen. Ik geef nu eerst Griet even het woord om zich voor te stellen. Ja, goedenavond iedereen. Ik ben dus Griet Verhelst. Ik ben huisarts in Lendelede, CRA-arts van het Woonzorgcentrum Accent te Lendelede. Lijfarts. Daarnaast ben ik ook equipearts in de mantel, dus de palliatieve thuiszorg te Roeselare. En ik ben gebeten door palliatieve zorg, op zijn minst gezegd. Veerle. En ik ben Veerle Coupé, ik ben verpleegkundige. Ik noem mezelf vaak dromer, denker, maar ook doener. Ik denk dat dat net ook eigen is aan verpleegkundigen. Ook aan artsen natuurlijk, dat moet ik er nu bij zeggen vanavond. Ik ben zo iemand die zo iets in haar hoofd krijgt, van daar moeten we iets mee doen en dat dan aan begint te trekken. En voor mij is dat inderdaad ook palliatieve zorg geworden. Nu geef ik les in HOEST in de opleiding verpleegkunde, waar ik ook de coördinator rond onderzoek ben. Maar hiervoor was ik lang het werk gesteld in thuisverpleging en ben ik ook coördinator geweest van een netwerk palliatieve zorg en heb ik ook een BANABA rond palliatieve zorg gevolgd. Dus dat is wie wij zijn. Nu is de vraag, jullie hebben die vraag waarschijnlijk al doorgekregen. Ik zie hier onze technicus ook al knikken. Maar een eerste vraag van ons aan jullie is van ja, er zitten zoveel mensen hier nu in het donker op een scherm te kijken, maar wie zijn jullie? Die vraag die zal nu ook tevoorschijn komen, of is al tevoorschijn gekomen, op jullie scherm binnen WhoClap. Ja. Een volgende vraag die we jullie willen stellen is de volgende. Is het de eerste keer dat je nu nascholing rond palliatieve zorg volgt of heb je al eerder opleiding gevolgd? Zij het een basiscursus, zij het een gespecialiseerde opleiding enzovoort. Dus dat is een volgende vraag die we aan jullie stellen. Jullie zullen merken dat de vragen niet altijd gelijk lopen en gelijk tevoorschijn komen met het draaien van deze kaarten, met het draaien van de vraagtekentjes. Dat komt omdat het opnemen van zo'n Teams live event, wat we nu aan het doen zijn, met enige vertraging bij jullie komt. Bij sommige mensen is dat 5 seconden later, bij andere mensen tot een minuut later. Vandaar dat we niet zomaar kunnen zeggen van nu komt de vraag, nu kun je de vraag beantwoorden. Nee. Maar de vragen zullen stap voor stap wel bij jullie terechtkomen. Een derde vraag die we aan jullie hebben is, hoeveel ervaring heb je al met de zorg voor terminaal zieke patiënten met COVID-19? Hebben jullie nog geen patiënten verzorgd, maar hebben jullie interesse in hoe jullie dat moeten aanpakken? Of hebben jullie toch al enkele patiënten verzorgd of zijn er al heel wat patiënten, jammer genoeg, geweest die door jullie verzorgd moesten worden? En een laatste vraag die we aan jullie zullen stellen is, hoe zeker voel je in die zorg voor die terminaal zieke COVID-patiënten? Nee, dus dat is een laatste vraag die we aan jullie willen stellen om te beantwoorden. Nee. Dus nog eens, je kan nu nog even de QR-code scannen, mensen die er nog niet in zitten. Maar sowieso kun je er altijd op terugkomen via www.whoclap.com.
fbzv. Dan wil ik jullie even ook tonen waar jullie de e-courses kunnen vinden rond COVID. Dus kijk op deze link van HoWest. Als je dat ook gewoon googelt, HoWest en COVID-19, kom je er automatisch op. Zie je dat we enerzijds het webinar hier aanprijzen, maar anderzijds, en dat is denk ik ook wel belangrijk voor jullie, hier vind je ook het gratis, en dat zal ook gratis blijven, de e-learning terug rond symptoomcontrole en palliatieve zorg bij mensen met COVID-19. Hier ligt de focus wat meer op kwetsbare ouderen, maar eigenlijk is dat zorg die bij elke patiënt, elke palliatieve patiënt met COVID-19 van toepassing is. Een tweede e-course die je hier kan terugvinden is de beslissingsboom rond de opname voor kwetsbare ouderen. Dit is een vertaling van het advies van de geriaters en gerontologen daaromtrend. We hebben hier ook met hen samengewerkt en ook die e-course is gereviewd. Ja. En dan laatste e-course waar ik wat reclame voor wil maken, niet omdat het mij iets opbrengt, maar omdat ik het zo belangrijk vind, is de e-course rond vroegtijdige zorgplanning, die we ook gemaakt hebben met de steun van de Koning Boudewijn Stichting. Waar je eigenlijk ook wel alles terugvindt rond de wetgeving van vroegtijdige zorgplanning. Ik weet dat het profiel van de mensen die deze e-course volgen zeer divers is en dat er ook echt wel mensen zijn die deze e-course volgen om daarmee later ook zelfvorming te kunnen geven. Dus vandaar dat het heel belangrijk is dat je daar weet dat je die zaken kan terugvinden, zowel rond hygiënische maatregelen, maar ook rond verpleegtechnische handelingen en palliatieve zorg. We komen er straks ook nog op terug. Ja. Nog één iets wat ik niet mag vergeten te zeggen, binnen de WhoClub, jullie zullen zien dat jullie ook een bericht kunnen versturen via de WhoClub. Dus als jullie vragen hebben gedurende dit webinar, dan kun je dit via die functie op WhoClub gaan doen. Ja. We hebben 910 mensen, dat is het laatste wat ze mij doorgegeven hebben om 5 uur, hebben zich ingeschreven voor vanavond. Dus we zullen heel veel vragen krijgen, dat weten we. We kunnen die vragen tijdens het webinar niet beantwoorden, maar de mensen van de federatie zullen wel alle vragen doorkrijgen, zullen die bundelen en daar ook een antwoord op geven in de komende dagen. Dus daar kun je zeker ook op rekenen. Voilà, dan gaan we nu beginnen met de symptomen en daarvoor geef ik het woord aan Griet. Ik ga het eventjes hebben over de symptomen. Dat is niet specifiek voor palliatieve patiënten, maar eigenlijk voor iedere COVID-19 patiënt. Het is ook zo dat dat heel individueel verschillend is. De ene gaat heel ziek zijn, de andere is helemaal niet ziek. Bij ons in het woonzorgcentrum was het zo, we hadden 25 COVID-patiënten, waarvan er eigenlijk 5 asymptomatisch zijn gebleven, ook al waren het echt risicopatiënten, maar waarvan er we ook 5 verloren hebben uiteindelijk. Een eerste symptoom die eigenlijk alleen in het begin zeker niet gezien werd als een COVID-symptoom, is smaak- en geurverlies. Maar het was zeer opvallend bij ons. Wij hadden 2 verschillende livings gemaakt, waarbij in de ene living de mensen die COVID-negatief waren zaten en in de andere living zaten de COVID-positieve. En de kok had iets nieuws geprobeerd met het eten, wat meer gekruid en zo. En de ene living vond het fantastisch en zo smaakvol en de andere vonden het eigenlijk maar naar niks smaken. En dat waren de COVID-patiënten. Dus die smaak- en geurverlies is zeker aanwezig. Verder kan er ook koorts optreden. Hoest, vermoeidheid is ook een heel sterke. Spierpijn, kortademigheid, keelpijn, hoofdpijn en diarree. Dat zijn allemaal een beetje atypische symptomen, maar kunnen allemaal aanwezig zijn. Daarnaast is er ook een zeer wisselend verloop. En is het eigenlijk dan ook wel belangrijk om de alarmsymptomen in de gaten te houden. Dat staat een klein beetje verder. Ja, voilà. Die alarmsymptomen, dat zijn eigenlijk als je meer dan 2 of meer van deze symptomen vertoont, dan weten we dat je goed ziek bent. Dat eigenlijk een gevaarlijke situatie is, waar dat we misschien ook rapper op symptomen gaan moeten kunnen inwerken. Waarbij dat er best toch eventjes een arts aan het bed komt. Dus is het ook wel heel belangrijk om hier de parameters te gaan opvolgen. Veerle.
Ja. Voor de opvolging van de parameters, daar gaan we nu niet in detail op ingaan. Maar ik wil wel meegeven dat het vooral belangrijk is om parameters te gaan opvolgen. Ja, het eenmalig nemen van parameters en daar dan bijvoorbeeld een EWS-score naast leggen of zo, dat is eigenlijk niet echt van toepassing. Het is belangrijker om bij je ouderen, zeker bij ouderen, maar bij je patiënten parameters goed te gaan opvolgen, zodanig dat je daar ook een evolutie in ziet. Voor mensen die deze e-course willen gebruiken als vormingstool, geef ik straks ook nog wat uitleg rond die parameters. Maar een eerste volgende vraag die we voor jullie hebben, is het feit van welk symptoom ervaren jullie zelf als het meest belastend bij die terminale patiënten met COVID? Is dat de koorts, de kortademigheid? Is dat de beleving van zuurstoftekort, lage saturatie? Gaat het over die onrust en verwardheid of eerder verzwakking en uitputting? Dus hoe ervaren jullie de symptoomlast bij deze patiënten? Voor mensen die deze e-course dus willen gebruiken om zelf ook vorming mee te geven voor verpleegkundigen, maar ook bijvoorbeeld voor zorgkundigen of voor vrijwilligers. Het gebeurt ook wel meer en meer dat er bijvoorbeeld ook van Rode Kruis vrijwilligers aan de slag gaan. Weet ook dat hierin ook uitleg zit van hoe neem je nu een bijvoorbeeld temperatuur? Wat is een normale lichaamstemperatuur? Wat is een alarmsymptoom? En er zitten zelfs ook echt filmpjes in met voice-over enzovoort, waar je ziet dan hoe dat die parameters moeten genomen worden. Maar daar gaan we nu tijdens het webinar natuurlijk niet verder op in. Maar het is wel belangrijk dat jullie weten dat die zaken ook echt wel één voor één hier kunnen uitgeklapt worden. En dat daar dus ook altijd uitleg in zit hoe die zaken, die parameters moeten genomen worden. Voilà. Verder wil ik het ook even met jullie hebben over die frailty en COVID-19. Voor we echt aan de harde pijn- en symptoomcontrole beginnen, wil ik het toch wel even benoemen dat we het heel belangrijk vinden dat de zaken die we sowieso altijd belangrijk vinden binnen een vroegtijdige, voorafgaande, vooruitziende zorgplanning, dat we daar de autonomie van de persoon het heel sterk naar voren schuiven. Mensen hebben binnen de patiëntenrechten recht op eerlijke, toegankelijke, begrijpelijke informatie over wat met hen gebeurt, over wat hen te wachten staat en welke behandeling wordt voorgesteld. Het is belangrijk dat patiënten met hun mantelzorgers, met hun vertegenwoordigers, of dat dan een wettelijke vertegenwoordiger is of een aangeduide vertegenwoordiger, zelf kunnen beslissen wat ze willen. Ja. En daarom neem ik jullie ook even mee naar het advies van de geriaters en gerontologen, waar dat we willen benadrukken dat daar heel wat over te doen geweest is in de media rond het al dan niet nog opnemen van onze ouderen in de woonzorgcentra. Maar de beslissing en het advies van de geriaters en gerontologen was heel duidelijk. Je start met vroegtijdige zorgplanning, met goede communicatie. Ja. Je geeft mensen uitleg en je gaat ook met die mensen in gesprek wat ze nog willen. Willen ze nog curatief behandeld worden? Willen ze nog opgenomen worden in het ziekenhuis? Als ze opgenomen worden in het ziekenhuis, willen ze nog beademd worden? Willen ze nog naar een intensieve dienst? Willen ze nog gereanimeerd worden? Die mensen kunnen dat enkel maar beslissen als ze heel duidelijk informatie hierover krijgen. Wil je daar ook verdere uitleg voor? Je kan dat ook terugvinden in de communicatieleidraad die is ontwikkeld door de onderzoeksgroep Zorg rond het leven zijnde, de End of Life Research Group van de VUB en UGent. Dus ik wil even echt reclame maken voor goede, vroegtijdige zorgplanning bij onze patiënten. Want uiteindelijk zeggen de geriaters en gerontologen dat op het moment dat er geen beslissing is genomen door de mensen zelf en dat je dus als zorgverlenend team een beslissing moet nemen, dat je dan gaat kijken naar de frailty-schaal. En pas op het moment dat de frailty-schaal meer is dan 7, dat wil dus zeggen ernstig frille patiënten die volledig afhankelijk zijn, die het einde van het leven naderen of die al terminaal ziek zijn, dat echt wel patiënten zijn die we het niet meer moeten aandoen om naar een ziekenhuis te gaan. Die mensen moeten kunnen een goede palliatieve zorg krijgen in het woonzorgcentrum, in de thuiszetting. En een opname is enkel maar
noodzakelijk na overleg met de geriater als bijvoorbeeld een thuissituatie niet meer haalbaar is. Dus dat willen we zeker ook meegeven bij de start van dit webinar rond symptoomcontrole. Dan gaan we nu wel beginnen met de symptomen. We starten met koorts en hier zit dan een quizvraagje. Moet koorts in de terminale fase behandeld worden? Wat zeg jij daarover, Griet? Ja, ik hoop dat iedereen heel snel kan antwoorden. Want we gaan eigenlijk direct naar de aanpak van koorts. Waarbij dat er zeker verschillende mogelijkheden zijn. Maar het belangrijkste is dat we enkel koorts gaan behandelen als de patiënt daar discomfort door krijgt. Als die patiënt comfortabel is, ook al krijgt hij 39 graden koorts, in een palliatieve fase maakt dat eigenlijk niet uit. Soms kan het zelfs zijn, als we die koorts proberen onder controle te krijgen, dat we de patiënt meer discomfort gaan geven op zo'n moment dan dat het gewoon zou gerust laten. Dus als we in teken van comfort gaan kijken, dan is er een niet-medicamenteuze aanpak. En die niet-medicamenteuze aanpak bestaat eigenlijk puur uit het afkoelen van uw patiënt of net opwarmen. In principe, als de koorts opkomt, zal die patiënt beginnen rillen en heeft hij koud. En dan is zijn temperatuur aan het stijgen. En dan mag je daar gerust een extra deken opleggen op die patiënt. Want dat is comfortabeler voor hem als die temperatuur zo snel mogelijk gaat naar waar de bedoeling is. Daarnaast, als we iets gegeven hebben tegen de koorts, dan gaat die temperatuur naar beneden willen, begin je te zweten. En dan kan een nat washandje wel deugd doen. Door de patiënt regelmatig te verfrissen, zorg je ervoor dat dat ook niet allemaal zo plakkerig blijft. Lakens en kledij wisselen is ook een belangrijke. Een ventilator plaatsen. Of de patiënt ook wel laten drinken, kan soms ook wel deugd doen. Want zo'n temperatuurwissels gaat gepaard met veel zweten. En dan kan uw patiënt echt wel een heel droge mond krijgen. Daarnaast hebben we dan ook die medicamenteuze aanpak. En daar moeten we dus wel beducht op zijn dat we niet te veel gaan wisselen. Want bijvoorbeeld, we geven een paracetamol. De settemperatuur gaat naar beneden en uw lichaam probeert dat te volgen door zoveel mogelijk te zweten. Na 4 tot 6 uur is uw paracetamol uitgewerkt en dan begint die patiënt terug te rillen om terug omhoog te gaan in temperatuur. Maar in principe, als die patiënt er last van heeft, kan je gerust een gram paracetamol geven. Of een dafalgan-odis, dat is oplosbaar, dus gemakkelijker. Of een paracetamol supo van 600 milligram, dat mag ook. In het begin van de COVID-periode is de NSAID een beetje verboden geweest, of toch zeker met voorzichtigheid aan te pakken. Cianzano spreekt zich nog steeds uit in de voorzichtige kant. Maar op zich is het niet meer verkeerd. En zeker in een palliatieve setting, als we er echt niet geraken met paracetamol, is een NSAID wel oké. Misschien even inderdaad nog benadrukken van de adviezen die wij hier geven. Het gaat inderdaad over palliatieve patiënten, over een palliatieve setting waar comfort primeert. Dus trek dit niet door naar patiënten waar je nog een curatieve behandeling ook geeft. Ja, inderdaad. Oké, tot zover koorts. We hebben nog een aantal andere symptomen dat we willen aanpakken. En het volgende is eigenlijk dyspnee of kortademigheid. En daar krijgen jullie opnieuw een vraag via WooClub. Wat is belangrijker voor de behandeling van dyspnee in een terminale fase? Is dat morfine, zuurstof, anxiolytica of geen van bovenstaande? Ja. Griet, terwijl de mensen de vraag beantwoorden, ik heb gezien dat er ondertussen wat extra genodigden bij zijn gekomen. Je hebt het zelf gezegd daarnet, het zijn waarschijnlijk de artsen, want artsen komen altijd te laat. Maar ook voor die artsen en voor de andere mensen die wat later hebben aangesloten. Jullie kunnen deze QR-code scannen om deel te nemen aan de WooClub. Weet ook, de WooClub is geen noodzakelijkheid om dit webinar op een correcte manier of op een vlotte manier te kunnen volgen. Het maakt het gewoon net iets interactiever en wij kunnen ook die resultaten meegeven aan beleidsmedewerkers. Maar scan gerust de QR-code of ga naar wooclub.com/fpzv, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Oké, ondertussen hebben de mensen jouw quizvraag beantwoord
en kunnen we verder gaan naar jouw uitleg. Oké, super. Dan gaan we naar de medicamenteuze behandeling van dyspnee. En daar weten we dat in de volgende presentatie vrij veel tekst staat. We hebben ervoor gekozen om dit te laten staan, zoals als jullie nog eens willen terugkijken, dat jullie eigenlijk alle tekst ook terugvinden. Deze is ook terug te vinden in de e-learning die Veerle daar juist getoond heeft. Dus eigenlijk weten we dat morfine het meest effectieve middel is om tegen dyspnee te gaan, om die dyspnee te gaan aanpakken. Opnieuw in teken van comfort natuurlijk. En als we dus een patiënt hebben die nog geen opioïden neemt, dan kan je het gemakkelijkst 5 milligram morfine subcutaan gaan toedienen. Zeker als daar een ernstige kortademigheid is, is dat een van de snellere methoden om dat te doen werken. Als je op dat moment iets peroraals gaat geven, dan duurt dat eigenlijk nog een stuk langer tegen dat dat opgenomen wordt. Dus raden we eigenlijk wel aan om dit zeker via een subcutane weg te gaan toedienen. Als dat een goed effect geeft, die 5 milligram, dan kan je dat eigenlijk herhalen om de 4 uur. Of nog beter, als er een spuitaandrijver voorhanden is, wat dat in de meeste gewone zorgcentra bijvoorbeeld wel is. En in de thuiszorg kan je dat ook wel bekomen. En is het gemakkelijker te doseren, dan kan je 15 tot 30 milligram over 24 uur in een spuitaandrijver gaan steken. Zo krijgt die patiënt eigenlijk een continue dosering van zijn morfine en krijg je zo niet die stapjes op en neer, wat dat het dus een stuk gemakkelijker maakt naar toediening toe. Was dan niet voldoende, die 5 milligram, dan kan je eigenlijk die dosis telkens met 50% gaan verhogen totdat je voldoende resultaat hebt. Als de patiënt daarentegen al op opioïden staat, dan krijg je eigenlijk hetzelfde fenomeen. Dan ga je gewoon met 50% de dosering die hij al gewend is gaan verhogen. En dan kan je eigenlijk ook iedere keer per 50% omhoog gaan totdat dat voldoende is. Dus de toedieningswijze heb ik daar juist al gezegd, subcutaan. Dat is een beetje de voorkeur, zeker bij die ernstige gevallen. Dus om de 4 uur of in de spuitaandrijver. Peroraal is zeker ook mogelijk, maar dan moet je de dosering gaan halveren om hetzelfde fenomeen te krijgen. En transdermaal is ook een mogelijkheid, maar wordt niet echt aangeraden, zeker in deze acute fase. Omdat dat duurt zeker 12 uur tegen dat je echt een voldoende werking hebt als je een klever aanhangt. En dat is niet zo ideaal als iemand ligt te happen naar lucht. Plus, als iemand al een klever heeft, dan kan je er natuurlijk wel subcutaan of peroraal iets gaan bijgeven, waardoor dat hij toch comfortabel is op korte termijn. Griet, dus zelfs als mensen al een transdermale toediening krijgen en dus een vrij hoge dosis pijnmedicatie, hoef je dan niet bang te zijn om die dosis met 50% te gaan verhogen als de patiënten... Nee, dat klopt. Ja, het is inderdaad wel nodig van dit zo te doen. Als je dan een te lage dosis geeft, dan heeft die patiënt gewoon geen effect van zijn morfine op dat moment. Oké. Een tweede aanpak bij dyspnee, medicamenteus, is men kan ook een sedativum of een anxiolyticum gaan geven. We weten ook dat angst een heel grote invloed heeft op die kortademigheid. Mensen die angstig zijn, gaan sneller kortademig zijn. En door kortademigheid krijg je eigenlijk ook een angstig gevoel. En als we dat wegnemen, weten we dat die dyspnee ook wel afneemt. Proberen we eigenlijk met dat anxiolyticum vooral sederend te gaan werken. Dus die persoon gaat een klein beetje slaperig worden of toch lichtjes gesedeerd. En daarnaast krijg je dus een daling van de angst en daardoor een relaxatie van de spieren. Spieren die minder verkrampt zijn, zorgen er ook voor dat die ademhaling een stuk vlotter verloopt. Voorbeelden van zo'n benzos zijn benzos. En lorazepam wordt eigenlijk het meest gebruikt, denk ik, zeker in een thuissituatie, maar kan perfect ook in het woonzorgcentrum of zo. Tenesta Expedet. Dat is ook gemakkelijk toe te dienen, zeker als die persoon nog iets van vocht heeft in zijn mond. Omdat het toch wel moet kunnen binnen geraken. En je kan 1 tot 2,5 milligram per oraal gaan geven bij een angstaanval bijvoorbeeld. Dit kan ook subcutaan toegediend worden. Een nadeel van Timesta-ampoelen is dat die koel bewaard moeten worden.
Maar ja, dit kan in een setting waar dat er een frigo aanwezig is. Ik denk dat dat in de meeste huishoudens wel al zo is. kan dit zeker ook wel werken. Een andere mogelijkheid is dan Dormicum of Midazolam. Dormicum bestaat eigenlijk niet meer origineel. En daar kan men dan liefst is dat in een spuitaandrijver 5 tot 30 milligram over 24 uur subcutaan gaan toedienen. Een nadeel van Dormicum is dat het niet zo lang werkt. Het werkt eigenlijk maar in een halfwaardetijd van 2 uur. Dus als je dit moet toedienen, moet je er dan rekening mee houden dat dit echt wel frequent moet toegediend worden. Dus daar zitten we dan wel beter in een spuitaandrijver. Dus de combinatie ook van morfine en midazolam of lorazepam in de spuitaandrijver kan perfect? Ja, dat is geen probleem, inderdaad. Dan corticoïden. Daar is er ook al heel wat rond te doen geweest, nu met de COVID. Maar eigenlijk in een palliatieve setting heeft dit niet echt een plaats, tenzij de patiënt echt comorbiditeiten heeft, zoals COPD, waarbij dat we bij een gewone exacerbatie ook grijpen naar corticoïden. Maar bij COVID is dat eigenlijk niet echt de bedoeling. Dit is wel zo bij de behandeling van COVID. We weten in het ziekenhuis, bij mensen die behandeld worden, dat corticoïden bij ernstig zieke patiënten kan gebruikt worden om de symptomen enigszins onder controle te houden. En dan nog een kort woordje over aerosol. Ja, bij COVID-19 wordt dit best vermeden, gezien het juiste aerosolen zijn die zorgen dat de druppeltjes gemakkelijker rondgestrooid worden. En dat is dus heel risicovol voor de zorgverlener die erbij staat om die persoon te helpen. Dus het wordt absoluut afgeraden. Aspiratie een beetje van hetzelfde. We weten ook bij palliatieve patiënten dat aspiratie weinig tot geen nut geeft, of toch maar een heel kortdurend effect geeft bij de patiënt. Daarnaast ook heel belastend is als je dit uitvoert. Plus bij COVID-19 is het dan ook nog eens risicovol voor de zorgverlener, dus het wordt zeker ook niet aangeraden. Nu, als iemand dat nog wil nalezen, het staat zeer uitgebreid in de richtlijn van Pallialign. Dat vind je, je kan al die richtlijnen gratis terugvinden op pallialign.be. Ook in de eigenlijke e-learning zelf staan er overal ook knoppen waar je kan doorlinken naar Pallialign, naar de betreffende richtlijnen. Ja. Oké. Dan gaan we verder naar zuurstoftoediening. Zuurstof is een beetje een moeilijke. In die zin, Cianzano raadt aan bij de behandeling van COVID-19 om je saturatie boven de 93% te houden, tenzij bij patiënten met COPD, waar men iets lagere saturaties aanvaardt. Maar hier gaat het echt, om nog eens te herhalen, over symptoomcontrole bij palliatieve terminale patiënten. En waar dat we eigenlijk als doel hebben om je patiënt comfortabel te houden. Het is niet het doel om je saturatie boven bepaalde waarden te houden en we moeten daar ook proberen vanaf te stappen. We weten dat zorgverleners heel sterk vasthangen aan dat bakje en dan zeggen van, ah ja, maar het moet boven de 95 blijven, anders moet ik zuurstof geven. Dit is dus niet zo. Wat dat men wel kan doen, zeker als die patiënt dyspneeës is, dus als die kortademig is, en hij desatureert, dus hij gaat onder de 90%, dan kan je gerust een proefbehandeling doen met bijvoorbeeld 1,5 liter per minuut. En zien wat dat doet na 1 uur. Is die patiënt minder dyspneeës na 1 uur, dan kan je die zuurstof gerust doorgeven. Het is niet dat dat fout is. Zijn die symptomen niet beter met die zuurstof, ja, dan gaat die zuurstofbril meer ambetantigheid geven dan dat de zuurstof u comfort zou kunnen geven. Dus is het beter van dat eigenlijk niet te doen. En dan een tweede kantlijn is eigenlijk dat bij terminale patiënten het zeker ook beter is om geen saturatie te blijven meten tot op het einde. Het hoort erbij bij een stervende patiënt dat die saturatie naar beneden gaat. Het is enkel van belang, zolang men eigenlijk de zuurstof echt wil toedienen in functie van comfort. Nu, ik moet zelf ook zeggen dat in de eerste golf dat ik mij een paar keer heel erg boos gemaakt heb omtrent het hele zuurstofverhaal. Vooral ook artsen die in de media kwamen vertellen dat hun patiënten zeer veel discomfort hadden bij het sterven omdat er geen zuurstof voorhanden was. En ik heb dan toch een paar keer mijn kinderen bang gemaakt omdat ik naar de tv aan het roepen was. Dat is niet nodig om zuurstof te geven. Je hebt gewoon veel meer kennis van palliatieve zorg nodig om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad wel op een comfortabele manier kunnen sterven. Opnieuw, het gaat hier over palliatieve patiënten en desatureren hoort ook gewoon bij een gewoon sterven.
Er is ook nog een niet-medicamenteus luik bij de aanpak van dyspnee, die zeker ook in deze omstandigheden goed kan gebruikt worden. En daar is de eerste eigenlijk van, zorg ervoor dat uw patiënt een comfortabele houding aanneemt. Als hij gewoon plat achterover in zijn bed ligt, dan is dat een zeer ambetante houding als je kortademig bent. Hè. Zet die patiënt wat rechter, hè. Eventueel laat die armen steunen op een tafel die voor hem zit. Ofwel, als die patiënt nog iets beter is, half zittend, met wat ondersteuning van nek en armen in bed, met wat kussens eronder, zorg ervoor dat die hulpademhalingsspieren beter kunnen helpen om te ademen. En dan zorgt dat er ook voor dat je eigenlijk je patiënt een stuk comfortabeler is. Bij de verzorging is het ook belangrijk om af en toe wat pauzes te voorzien. Hè. Het is zeker belangrijk dat uw patiënt, ja, het is belangrijker dat uw patiënt comfortabel is dan dat hij van top tot teen in een uur, allee, in een half uur, of hoe rap doen jullie dat veerle tegenwoordig? dat hij eigenlijk van, allee, dat hij niet per se van kop tot teen gewassen is, maar dat hij bijvoorbeeld eerder wat verfrist is dan wat pauze en dan misschien een andere verzorging uitstellen tot een paar uur later bijvoorbeeld. Hè. Ademhalingstechnieken zijn ook zeer belangrijk naar het comfort toe. Dat is bijvoorbeeld door de neus inademen en door de mond weer uitademen. En hier kan de kinesist eigenlijk ook een heel belangrijke rol in meespelen. Die mensen zijn daar absoluut op voorzien om dat op een goede manier aan te leren aan uw patiënten. En dit ook op maat van uw patiënt te doen. Hè? Want niet iedereen gaat daar even snel mee weg zijn. En die hebben daar eigenlijk wel goede technieken voor. Ook bij die houding kunnen zij wel een mooie ondersteunende rol spelen in deze tijden. Het is ook belangrijk om de omgeving te voorzien van frisse en verse lucht. Liefst wat koele lucht. Eventueel door een raam te openen. Als het nog niet vriest tenminste, want anders gaat uw patiënt dan te koud hebben, dat is ook niet de bedoeling. Maar als uw patiënt alleen in de kamer is, is een ventilator eigenlijk ook wel toegestaan. Van zodra er iemand binnenkomt, is het beter van niet, omdat anders de COVID-aerosols terug worden gecirculeerd in de ruimte en dat wordt dan ook weer afgeraden door CNSAM. Daarnaast is het ook aanwezen om alle prikkelende factoren weg te werken uit de kamer, zoals sigarettenrook of felruikende cosmetica en parfums. Dat is allemaal niet van toepassing voor uw patiënt comfortabel te houden. Iets heel belangrijks en waar dat mensen echt niet weten die kortademig zijn, hè, dat is dat ze niet weten dat ze niet kunnen stikken. Dyspnee is het gevoel dat je gaat stikken. En dat is dus zeer lastig voor die patiënt als hij denkt van ik ga hier stikken. Maar stikken is eigenlijk een probleem van de bovenste luchtwegen. Luchtwegen die helemaal toegenepen worden. Dit kan bij COVID-19 in principe niet. Want die kortademigheid komt vooral door de onderste luchtwegen die aangetast worden. Maar de patiënt die weet dat hij niet gaat stikken en als je hem dat uitlegt, dat maakt voor hem al een groot verschil, want die angst wordt een stuk weggenomen en dus gaat die kortademigheid vanzelf ook beter gaan. Er zijn veel factoren die kortademigheid kunnen beïnvloeden, dat heb ik daar juist ook al gezegd, zoals pijn, angst, immobiliteit, oververmoeidheid enzovoort. Dus daar veel aandacht voor hebben en daar ook over communiceren naar uw patiënt toe en naar de familie er rond, kan een grote invloed hebben op zijn symptomen. En dan ook nagaan of dat er al dingen waren die wel geholpen hebben en dingen die niet geholpen hebben. Om dan daar eigenlijk verder op maat van uw patiënt terug te gaan kijken wat ideaal is voor hem, is zeker ook belangrijk. Zo. En dan het volgende symptoom die wel veel en nogal fulminant kan voorkomen bij COVID-19 patiënten is hoesten. Dat is een heel vervelende prikkelhoest. Dus dat zien we eigenlijk ook bij mensen die minder ernstig ziek zijn, dat heel vervelend kan zijn. En die kan eigenlijk behandeld worden met een hoestremmer. Daar heb je enerzijds de dextromethorfan, bestaat in siropen en smeltabletten, afhankelijk van wat er voor je patiënt haalbaar is. En daarnaast heb je ook de dihydrocodine, of de paracodine, waar je eigenlijk ook een vrij goed effect van kunt hebben. Als dit allemaal niet helpt, dan weten we dat morfine eigenlijk ook goed werkt. Want die dextromethorfan en paracodine zijn eigenlijk de lichtere vormen van opioïden. Morfine is dan de zwaardere vorm, maar dit kan zeker ook helpen. En wordt eigenlijk op dezelfde manier toegediend als dat we zouden doen bij de kortademigheid.
Daarnaast hebben we dan ook de reutelende ademhaling die soms eigenlijk wordt vergist, zeker bij de omgeving, dat dit aanzien wordt als luid ademen of hoesten of zo. Maar dit komt, alleen hoe dat je dit verder aanpakt, zien we dan straks bij de stervende patiënt. Niet medicamenteus kan men ook wel helpen om die hoest wat te gaan ondersteunen. Ook hier is de houding terug heel belangrijk, dus de kinesist komt terug op de proppen. En die kan eigenlijk ook wel wat helpen, enerzijds om die houding op een goede manier te gaan doen. Liggend op de rug is het zeer lastig om te hoesten, terwijl als je kunt zitten of staan, wat dat soms ook wel nog mogelijk is, kan je eigenlijk veel gemakkelijker die hoestreflex ofwel onderdrukken, ofwel op een goede manier hoesten, waardoor dat het niet zo vervelend en blijft aanslepen. Dus de kine kan u dan ook ademhalingstechnieken helpen aanleren opnieuw. Tapotage wordt echter niet aangeraden, omdat het weinig meerwaarde heeft naar de symptomen toe. Ook hier wordt soms gedacht aan aspireren, maar opnieuw voor dezelfde reden. Enerzijds zeer belastend voor uw patiënt, anderzijds gevaarlijk voor de zorgverlener, wordt het dus absoluut afgeraden. Misschien ook nog even meegeven dat de adviezen die Griet hier geeft sowieso niet enkel gelden voor palliatieve zorg bij COVID-patiënten. Eigenlijk bij elke patiënt met een longinfectie, palliatieve terminaal zieke patiënt met een longinfectie of met kortademigheid, zijn deze adviezen zeker van toepassing. Dus ook het vermijden om te aspireren bijvoorbeeld is in COVID nu nog extra gevaarlijk, maar is sowieso nooit aangewezen bij onze palliatieve patiënten. Het effect van een goede kinesist kan een enorm groot verschil maken in de beleving van de patiënt, in de ademhalings... in hoe de patiënt de ademhaling gaat beleven. Hetzelfde met de informatie ook over... Het niet stikken, dat is echt wel belangrijk. Ik heb dat als verpleegkundige heel vaak gehad, dat ik in een wachtdienst werd opgeroepen als palliatief deskundige. En dat daar dan mijn vader, mijn moeder, mijn partner, die is aan het stikken. Mensen zijn zeer angstig enzovoort. En gewoon al zelf binnenkomen in een ruimte, zelf rust uitstralen, zelf... uitleggen dat stikken niet voorkomt, maar dat je wel merkt dat de persoon het heel lastig heeft. En heel rustig en ondersteunend aanwezig blijven bij die persoon helpt vaak veel beter dan de medicatie die je toedient. Ja. Nu, het helpt natuurlijk om op dat moment ook subcutaan, bijvoorbeeld 5 milligram morfine toe te dienen bij iemand met een ernstige dyspneu. Maar vaak is het de combinatie van de inspuiting, het feit dat er een professional is die ondersteuning biedt en het feit dat jij zelf als professional rust uitstraalt, die ervoor zorgt dat mensen ook helemaal tot rust komen. En dat de dyspneu toch een stuk minder is. Maar dat is echt wel een heel belangrijk symptoom om aan te pakken bij deze patiënt. Ik zet nog even ook de WooClap beschikbaar, zodanig dat jullie in de pauze, want hierna gaan we nu een kwartiertje pauze nemen. Zodanig dat jullie in de pauze ook vragen kunnen posten. Dat kan dus ook via die WooClap. We zullen kijken of we een aantal vragen ook al kunnen bekijken of clusteren, maar weet dat die vooral ook door de federatie zullen beantwoord worden achteraf, omdat we nu niet op 900 vragen tegelijk kunnen antwoorden. Na de pauze zullen we ook starten met al een keer een overzicht van hetgeen al bevraagd is geweest bij jullie via de WooClap. Dan gaan we ook uitgebreid in op de stervende patiënt, op echt wel de stervensfase zelf, de laatste uren, dagen. Palliatieve sedatie, het gebruik van de spuitaandrijver en ook hoe je kan werken zonder spuitaandrijver. Dus die zaken komen na de pauze aan bod. We zullen nu een kwartier pauzeren. Ja, laat het ons 16 minuten nemen, dan gaan we stipt om 9 uur terugkomen bij jullie.
Oké, we zijn terug live. Kevin is ondertussen bezig de resultaten aan het opnieuw doorsturen voor de WooClub. En wat heel grappig is, toen we daar net aan het kijken waren, zagen we plots zo de verschuiving in aandeel verpleegkundigen dat verminderde en artsen die toekwamen. Dus Griet, ik had gelijk, jij had gelijk, het zijn de artsen die te laat gekomen zijn. En natuurlijk ook wel een paar verpleegkundigen. Maar sowieso, vooral welkom aan iedereen. Dank je wel om met zoveel mensen tegelijk te kijken naar dit webinar. We hebben ook gezien dat er voor de volgende sessie ook al heel veel mensen ingeschreven zijn. Hè. Dus we zien dat er het gros verpleegkundigen zijn, ook heel wat artsen en andere profielen. We hebben inderdaad ook gemerkt dat er ook onderzoekers zijn die dit verder willen gebruiken. Ook voor het geven van vorming. Oké, Kevin, wil je naar de volgende vraag gaan? Is het de eerste keer dat je nascholing rond palliatieve zorg volgt? Hé? We zien dat er toch inderdaad wel een groot aantal mensen toch de eerste keer is. Of dat mensen al een paar vormingsmomenten gevolgd hebben, maar dat er ook een aantal mensen zijn die een basiscursus gevolgd hebben of een specialiseerde opleiding. Dus ja, ik hoop voor de mensen voor wie dat de eerste keer is of die nog niet zoveel vorming gevolgd hebben, dat een heel positieve ervaring is en dat het ook smaakt naar meer in het volgen van vorming. Weet ook dat heel wat netwerken opleiding, losse vorming, maar ook de basisopleiding aanbieden. Heel wat hogescholen, maar ook netwerken palliatieve zorg bieden verder gespecialiseerde opleiding. Vaak is dat ook een samenwerking. Griet en ik geven bijvoorbeeld ook in Hoest hier postgraduaat palliatieve zorg, maar neem daarvoor zeker contact op met de netwerken die in jouw buurt zijn om te weten waar je vorming kan vinden. Of via de federatie. Of via de federatie palliatieve zorg, ja, zeker. Volgende vraag. Heb je ervaring met terminaal zieke COVID-patiënten? Het verrast me toch dat het gros van de mensen nog weinig tot geen ervaring heeft. Zeker welkom aan die mensen, want het toont echt ook jullie interesse om die zorg op een heel goede manier te kunnen uitvoeren. Dank je wel daarvoor. Maar we zien toch ook dat 11% van de mensen al heel veel ervaring heeft bij het zorgen voor palliatieve patiënten. En dat is toch ook wel een vrij grote groep in het geheel van deze vormingsgroep. Oké, en een laatste vraag van hoe zeker voel je je in de zorg voor de terminaalzieke COVID-patiënten? Ik denk dat dat toch ook wel belangrijk is voor de mensen van de federatie palliatieve zorg om dat ook mee te nemen, ook naar beleid toe. Als ze zien dat heel wat mensen onder jullie je toch wel onzeker voelen in die zorg rond palliatieve zorg, wil dat ook zeggen dat dat jullie ook echt wel stress bezorgt. Omdat ik heel goed weet dat zorgverstrekkers zorg willen goed uitvoeren en patiënten op correcte manier willen verzorgen. En als je dan net bij het sterven onzeker voelt, is dat toch wel heel belastend voor jezelf ook als zorgverstrekker. Welk symptoom is het meest belastend of ervaren jullie als het meest belastend? Die kortademigheid is inderdaad iets wat heel sterk op de voorgrond komt. Griet, ik weet ook dat jij bij de voorbereiding aangaf dat voor jou ook echt de verzwakking en de uitputting van de mensen ook echt wel opviel. Hè? Ja, ik vind dat dat vooral bij oudere mensen toch wel sterk opvalt. Vooral omdat je de mensen echt ziet wegkwijnen. Het ene moment gaan ze goed, het volgende moment zijn ze echt uitgeput, kapot. Als de ergste dag in hun leven ooit. Dus ja, ik vond dat zeker bij terminale patiënten het grootste symptoom. Ik was eigenlijk vrij geschrokken dat die kwartademigheid zo weinig soms naar voren kwam. Ja. Het is wel iets waar we allemaal ook als zorgverstrekker heel bang voor zijn en ook heel bang voor gemaakt zijn in de eerste golf, ja, met toch wel horrorverhalen in de media. Maar waar we eigenlijk met goede palliatieve zorg, je komt straks ook nog verder aan bod, ook palliatieve sedatie, toch wel een antwoord op kunnen bieden als professionals. Moet koorts in de terminale fase behandeld worden? Oei, ik zie excuus dus voor de typfout dat ik daar gemaakt heb bij de voorbereiding. Ja, inderdaad. Ja, nee. Zoals Griet daar straks ook aangaf, eigenlijk moet koorts enkel behandeld worden als de patiënt zelf niet comfortabel is.
Het is belangrijk om gewoon het comfort van de patiënt zelf te volgen. En is dat dan een patiënt die rilt van de koorts en zegt, oh, ik heb koud, wel, geef dan gerust een dekentje bij voor die patiënt. Dat kan op zich geen kwaad. Belangrijkste voor de behandeling van dyspneu in de terminale fase is, dankjewel, om zo massaal morfine te beantwoorden, is inderdaad morfine. Zuurstof heeft maar een heel beperkte nut bij deze terminale patiënten. Anxiolytica werken dan ook weer ondersteunend naar morfine toe. Voilà, dat waren de vragen tot nu toe. Ik moet nu even de tijd nemen om opnieuw mijn scherm met jullie te delen. Voilà. Oké, onze korte vakantie op de werkplek is voorbij. En nu gaan we toch wel even focussen op de stervende patiënt. Er is een verschil tussen palliatieve zorg en terminale zorg. Palliatieve zorg is sowieso heel ruime zorg die al best vanaf het moment van de diagnose wordt verstrekt. Bij COVID-patiënten die palliatief worden omwille van COVID, is dat natuurlijk vaak een veel kortere periode. Als we kijken naar basisprincipes van het beleid tijdens de terminale fase, dan is dat voor alle patiënten hetzelfde. Op het moment van het sterven is het vooral eerst heel belangrijk om dat sterven op te merken. Ervaren zorgverstrekkers zien daarin echt wel een verandering van het uiterlijk van de patiënt, spitse neus, koude extremiteiten, verandering in de ademhaling, Cheyne-Stokes ademhaling, eventueel een ruttelende ademhaling. Dus dat zijn zaken die belangrijk zijn om op te merken, om daar ook als team over te communiceren, zodanig dat iedereen echt wel als team beseft dat het sterven nadert en dat daar ook heel open over gecommuniceerd kan worden. We weten dat heel veel voorzieningen, of het nu ziekenhuizen zijn, revalidatiecentra, woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een beperking enzovoort, dat er heel grote inspanningen zijn gedaan in het de mogelijkheid geven van familieleden om afscheid te nemen. Zelfs in de eerste golf, toen er bijna geen beschermingsmateriaal was, hebben we gezien dat er heel grote inspanningen voor gedaan zijn, die vaak niet gezien werden. Dat er toch wel vaak vooral negatieve verhalen naar voren kwamen. We weten dat daar inspanningen voor gedaan worden. Blijf deze alsjeblieft doen, want het is echt wel voor familieleden heel belangrijk om te weten dat het sterven nadert en om toch nog op een of andere manier te kunnen afscheid nemen. Zeker naar het rouwproces toe, denk ik, is dat een van de belangrijkste dingen. Ja, inderdaad. Naar rouw toe, denk ik, is dat van, kan ik nog afscheid nemen? Belangrijk, enerzijds. En anderzijds van, heeft mijn familielid afgezien? En dat is ook wel hopelijk dat we hiermee vanavond ook ons steentje bij kunnen dragen om aan te geven van, nee, mensen hoeven echt niet af te zien in die terminale fase. Belangrijk is als je dat sterven opmerkt om dan die belastende interventies te gaan stopzetten. Griet had het daarnet over hoe lang duurt het om iemand te wassen. Wel, een terminale patiënt, daar moet je misschien over nadenken of die persoon eigenlijk nog moet gewassen worden. Of dat dat dan ook niet al te belastend is. En als je dat doet, doe dat dan ook op een verzorgende manier. Voor de mensen die deze vorming ook gebruiken om zelf ook vorming te geven. Vaak wordt dat als vanzelfsprekend gevonden en wordt dat niet echt benoemd in de vorming van verpleegkundigen, in de vorming van zorgkundigen. Maar het is toch echt wel belangrijk om die mensen mee te geven dat het net goede zorg is om minder te gaan zorgen. En dat is heel lastig om af te geven, ook moeilijk voor familieleden soms. Het is vaak goede zorg om die voeding en vocht stop te zetten, om niet aan te dringen om te eten, om geen zuurstof te geven, om mensen niet te belasten met wisselligging, om mensen niet te gaan belasten met hygiënische zorg bijvoorbeeld. Belangrijk is ook om symptomen verder te gaan behandelen en daarin ook een goede overdracht te doen tussen professionals. En ik wil toch ook iedereen oproepen om
advies te vragen aan gespecialiseerde teams als je het gevoel hebt van oei, die symptomen zijn hier toch niet helemaal onder controle. In de ziekenhuizen heb je de palliatieve support teams, heb je de mensen van de palliatieve eenheid. In de thuiszorg en in de woonzorgcentra kun je altijd beroep doen op de multidisciplinaire begeleidingsequipes in jullie regio. Dus contacteer die mensen. Het is niet altijd, zeker in de thuiszorg en in de woonzorgcentra, evident dat mensen ter plaatse komen. We moeten ook voorzichtig blijven. Maar telefonisch kan eigenlijk al heel veel advies gegeven worden. De contactgegevens van de MBE's, multidisciplinaire begeleidingsequipes, die zijn ook doorheen de e-learning terug te vinden, staan ook op de website van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Als we gaan kijken naar de belangrijkste symptomen bij die COVID-patiënten dan echt in die stervensfase, dan wil ik meegeven dat ten eerste dyspneu ook daar sterk naar voorkomt. Dat toch wel iets is wat we veel sterker zien dan in een gewoon stervensproces, bij wijze van spreken. Dus die kortademigheid kan soms wel sterk naar voorkomen en is wel beangstigend. Behandeling hiervan is net hetzelfde als dat Griet daarnet heeft uitgelegd bij het algemene palliatieve fase. 5 milligram morfine is zeker altijd de goede start bij een opioïd-naïeve patiënt. Dus iemand die nog geen opioïden neemt. En dan kan je afhankelijk van het effect van die dosis gaan kijken hoe je verder medicatie gaat toedienen. Mensen die al opioïden nemen, wees dus zeker niet bang om die dosis met de helft te gaan verhogen totdat je echt comfort hebt. We merken dat daar vaak het schoentje wringt. Artsen, verpleegkundigen zijn bang om die dosis echt drastisch te gaan verhogen. En het is echt nodig dat die patiënt een goede verhoging van de medicatie krijgt om effect te hebben. Je moet niet denken dat je mensen daarmee het sterven ook sneller terugbrengt. Er is daar al heel veel internationaal onderzoek over, ook in de behandeling van pijn bijvoorbeeld, dat je gerust met de helft van de dagdosis mag gaan verhogen en dat je niet bang moet zijn om te gaan bolussen. Ja. Want die bolus hebben we daar juist eigenlijk niet gezegd. Ja. Dat is misschien nog goed om nog eens te... Ja, doe maar. Dus als die patiënt dan toch al een basisdosis krijgt van morfine, kan het zeker in die laatste fase wel zijn dat die dyspnee toch nog sterk naar voren komt. Of dat er een sterke angst naar voren komt. En dan kan het toch wel helpend zijn om even een doorbraakmedicatie te gaan geven. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat we in shot 10% van de dagdosis nog eens gaan bijgeven. Dus als die patiënt bijvoorbeeld op 50 milligram zou staan, dan geven we nog een keer 5 milligram in shot erbij, waardoor dat die patiënt toch weer comfortabel kan zijn op zo'n cruciaal moment. Want dat is dan ook meestal nog een moment waarop dat de familie nog eens langskomt. En zoals dat Veerle daar juist al aangaf, is het echt wel belangrijk dat familie ook ziet dat hun naaste niet aan het afzien is. En op zo'n moment is het echt wel nodig om patiënten comfortabel te kunnen krijgen. Niet alleen dan natuurlijk, maar het is zeker ook goed om daar aandacht aan te geven. Bij ons in het woonzorgcentrum was het soms wel even alle hens aan dek als er dan nog familie op het laatste moment toekwam, want de kamer lag soms helemaal overhoop. En dan is dat misschien ook wel een beetje een raar zicht naar uw familie toe. Dus zeker dat laatste moment is wel een hele belangrijke naar uw familie toe, om daar ook wat aandacht aan te geven. Ja. Dus als je er niet komt met je bolussen en met de verhoging van de dosis, dan kan je midazolam gaan toevoegen, omdat je dan eigenlijk ook een effect gaat hebben op de onrust en op de angst van de patiënt. We komen straks ook nog op wat je dan kan doen als dat ook allemaal niet helpt. Zoals daarnet gezegd, zuurstof is echt niet nodig bij onze terminaal zieke patiënten. Als patiënten al zuurstofafhankelijk waren voor hun stervensfase, dan verlaag je de zuurstof tot maximum 2 liter met een zuurstofbril. Gebruik zeker geen masker, want gewoon al dat gevoel van de mensen kan al belastend zijn. Als patiënt subcomateus wordt, stop dan ook de zuurstoftoediening. Zoals daar straks ook al gezegd, een desaturatie hoort in principe bij een normaal en rustig stervensproces.
ook verder medicatie, sowieso in de medicatie in de stervensfase is het schrappen wat niet past. En bronchodilatoren en mucolytica die kunnen zeker ook geschrapt worden. Als we gaan kijken naar een heel belastend symptoom in de terminale fase, maar dan belastend voor de familie, maar ook voor onszelf als hulpverstrekkers, daar ben ik ook echt eerlijk in. Ik heb zelf ook wel moeite als ik zie dat een patiënt een uitgesproken reutel heeft. Zelfs al weet ik heel goed dat de patiënt daar zelf geen last van ondervindt, is dat toch wel een heel belastend geluid. En dan is het echt wel belangrijk om enerzijds informatie te gaan geven aan de familie, maar ook aan de zorgverstrekkers. Vergeet niet hoe belastend het is als verpleegkundige, als zorgkundige, maar evengoed als arts om dat geluid te horen. Dus het is altijd wel gemakkelijk als mensen dat dan ook in team kunnen bespreken en een keer zeggen van ja, maar we weten toch dat de persoon er geen last van heeft. Dus het is wel belangrijk om daar ook weer informatie over te geven, om extra vochttoediening ook te gaan stopzetten. Want we zien ook wel dat dat in die longen, die extravasatie, nog sterker kan gaan naar voren schuiven. En een heel belangrijk element is het feit, niet medicamenteus, dat de reutel ook houdingsgebonden is. Als je gewoon de patiënt op de zij legt of net even op de andere zij, dat kan zijn dat de reutel ook al een stukje vermindert. Als je medicatie gaat geven, is het best om dat tijdig te geven, maar voor de medicatie gaan we even terug naar de dokter. Het is zo, ik wil er zeker op benadrukken, dat er geen te hoge verwachtingen mogen zijn bij die medicatie. Er is eigenlijk al bewezen dat als we het te laat geven, dat wil zeggen als de reutel al bezig is, dat het eigenlijk al geen zin meer heeft om nog veel medicatie te gaan toedienen, of dat die medicatie toch weinig nog gaat doen. Als we het toch op tijd kunnen opstarten, dan vind ik het soms ook wel een bedroevend effect. Want reutel wordt eigenlijk niet enkel veroorzaakt door vocht die daar zit, waar dat we eigenlijk met onze medicatie, onze scopolamine en onze buscopan dat vocht proberen weg te nemen. Maar het is eigenlijk ook de slijmvliezen die gewoon heel floppy worden, dus heel beginnen loshangen en die eigenlijk gaan meeflapperen met de ademhaling. En dat krijg je met geen enkele medicatie onder controle. En dan is net die houding, die Veerle zo benadrukt, wel een heel belangrijk iets waar dat we kunnen toch wat comfort geven aan ja, vooral de familie op zo'n moment. Ik merk ook, als we dat dan zeggen tegen de familie, dat ze bijvoorbeeld niet verplicht zijn om continu in die kamer te blijven staan. Want het is, zoals Veerle zegt, heel lastig om dat continu te moeten aanhoren. Als familie zich dan nog verplicht voelt om in die kamer te blijven, dan kunnen die zelf echt heel bevangen worden en heel emotioneel beginnen te reageren bij zo'n reutel. Een laatste symptoom dat we toch ook wel in willen bespreken is de terminale onrust. Het is eigenlijk een vorm van delier. Een delier, dat weten we. Er zijn een aantal onderliggende factoren, maar ook een aantal uitlokkende factoren bij een delier. En ja, leven zijnde is een uitlokkende factor bij een delier. Het probleem is dat hier de uitlokkende factor eigenlijk niet te behandelen is. Het heeft geen nut om dan nog op zoek te gaan naar welke factoren er echt van toepassing zouden zijn. Het is vooral belangrijk om hier goed te zorgen voor zowel een niet-medicamenteuze als medicamenteuze aanpak. Niet-medicamenteus is eigenlijk de algemene adviezen die gegeven worden bij de benadering van een patiënt met delier. Dat is die persoon heel goed proberen te oriënteren in tijd, in plaats en ruimte. Heel duidelijke informatie, korte zinnen, korte uitleg te gaan geven. Ja. Medicamenteus is ook wel hier weer belangrijk om alle medicatie, vocht, zeker corticoïden, die kunnen zeer opfokkend werken ook naar mensen, om antibiotica te gaan stopzetten, om echt vooral te gaan focussen op pijnstilling. Die morfine, die dan vaak als pijnstiller gebruikt wordt, die zal ook helpen tegen de dyspneu, wat dat ook een uitlokkende factor zal zijn. En dan is als eerste keuze medicatie om Haldol te gaan gebruiken. Dat kan zowel per os zijn, in druppeltjes, maar kan ook een ampoule zijn, subcutaan. Ik weet alleen niet, Griet, mag Haldol mee in de spuitaandrijver? Ja, die mag daar zeker ook gebruikt worden.
en mag ook subcutaan toegediend worden. Dat kan zowel in shots, zeker als je met een acute verwardheid of onrust te maken hebt, dan geven wij eigenlijk een halve ampoule van 5 milligram, dus 2,5 milligram in shot. En dan kan je 5 tot 10 milligram Haldol in de pomp steken. Wat dikwijls gebeurt, is dat men eerst grijpt naar een benzo. Maar het probleem daar een beetje van is dat je eigenlijk net een omgekeerde reactie kunt creëren, waardoor die patiënt nog onrustiger wordt. Dus wordt er eigenlijk aangeraden om zeker altijd eerst uw Haldol te gaan geven. En dan kan je natuurlijk wel bijkomstig nog midazolam of timesta gaan bijgeven als je er niet geraakt met uw Haldol. Oké. En dat brengt ons eigenlijk tot de vraag van, je hebt nu al heel veel uitleg gegeven over al die symptomen en hoe dat we die symptomen kunnen behandelen. Maar wat doen we in geval van een sedatie? En hier hebben we weer een vraagje naar jullie toe. Als je ziet dat er refractaire symptomen zijn in een terminale situatie als gevolg van een longinfectie, is het dan de vraag van start je dan best direct met een diepe palliatieve sedatie of niet? Terwijl jullie nadenken over het antwoord op deze vraag, wil ik ook aan jullie meegeven dat refractaire symptomen, dat betekent dat dat symptomen zijn die op geen enkele andere manier behandeld kunnen worden. Dus je hebt al je kennis en expertise uit de kast gehaald om te proberen de symptomen te gaan behandelen. Dat wil niet zeggen dat dat daarom heel veel tijd moet kosten. Het is niet de bedoeling dat je bij een terminale patiënt 3 dagen bezig bent om symptomen onder controle te proberen te krijgen. En dat je zegt, we gaan dat proberen en even afwachten. En dan kun je dat proberen en even afwachten. Het is wel de bedoeling dat je doortastend handelt. Maar het is ook wel de bedoeling dat je met jouw eigen expertise, maar ook met multidisciplinaire expertise en met hulp van eventueel een gespecialiseerd team, samen op zoek gaat naar een goede doortastende manier om die symptomen te gaan behandelen. En als het niet lukt om deze symptomen te behandelen, dat is wat we refractaire symptomen noemen. De symptomen die op geen enkele andere manier te behandelen zijn. Dus altijd een moeilijke nee. Wanneer is een symptoom refractair? Vaak hangt dat ook heel veel af van de expertise van de personen die de behandeling uitvoeren. Maar ook soms moet je durven toegeven van oké, dit symptoom is refractair. We geraken er gewoon niet met alles wat we momenteel in onze rugzak zitten hebben. En dan kom ik eerst bij het antwoord op deze vraag. Normaal gezien, ik herhaal dat ik er straks niet onder mijn voeten krijg van de mensen ook van Palialine. Normaal gezien is het zo dat we een palliatieve sedatie altijd proportioneel doen. Dat we proberen om de laagste dosis te geven die nodig is om een patiënt comfort te gaan bieden. Ja. Bij een ernstige longinfectie, of dit nu gaat over COVID of een andere ernstige longinfectie, dan zegt de richtlijn rond die pneu, zeggen internationale richtlijnen, dat de voorkeur gaat naar een diepe sedatie. Waarom? Omdat we zien dat een proportionele licht opgebouwde sedatie vaak echt niet voldoende is om een antwoord te gaan bieden op die dyspneu, die dan nog vaak gecombineerd is met een ernstige onrust ook, die daaraan gekoppeld is. Maar om in te schatten of een symptoom echt ook refractair is, ja, dan herhaal ik nog een keer, neem daarvoor contact op met gespecialiseerde teams. Het is daarom dat ze er zijn. Ze zijn gratis, zowel voor de patiënt, zowel voor jou als zorgverstrekker, om die hulp te gaan inschakelen. Voilà. Voor de opstart van de sedatie zelf ga ik het woord teruggeven aan Griet. Ja. Ik ga eerst een paar aandachtspuntjes ten berde brengen, om dan eigenlijk even door die opstart te gaan. Het wordt sterk aangeraden dat de arts aanwezig is en blijft totdat de patiënt eigenlijk in een diepe slaap zit. Reken daar echt wel wat tijd, trek daar wel wat tijd voor uit. Dat kan 30 minuten tot 2 uur duren, vooraleer dat uw patiënt slaapt. Doe dat echt op een moment waarvoor dat voor u lukt. Anders gaat dat lastig worden.
Voedsel en vocht, dat is in principe een aparte beslissing, maar wij raden dat heel sterk aan dat dat gestopt wordt. Anders geef je eigenlijk meer discomfort aan je patiënt als je daar ook nog voedsel en vocht probeert in te krijgen in iemand die eigenlijk, waarvan dat de bedoeling is dat hij blijft slapen. Er wordt aangeraden om een aparte toegangsweg te gaan gebruiken. En dat is eigenlijk omdat we enerzijds wel onze pijnstilling en onze andere symptoomcontrole willen behouden. Want iedere prikkel kan eigenlijk ervoor zorgen dat uw patiënt terug wakker wordt. Bijvoorbeeld als we plots de morfine zouden stoppen, dan krijgen we een hevige pijnprikkel. En een hevige pijnprikkel kan een patiënt die diep slaapt toch nog weer wakker maken. Denk maar aan iemand die in een subcomateus is en ze wrijven zo'n keer goed over die borstkas. Dan schiet die patiënt soms toch terug wakker. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde effect. Dus eigenlijk is het heel belangrijk om je symptoomcontrole te behouden. Daarnaast is het ook heel belangrijk om te kijken welke medicatie er op zo'n moment gaat gestopt worden. We weten bijvoorbeeld dat mensen die onder behoorlijke dosissen corticoïden staan, ik zeg maar voor een andere oorzaak, iemand die COPD heeft of zo, en plots neem je de corticoïden weg, dan kan dit ook een prikkel geven waardoor dat die patiënt eigenlijk zeer moeilijk in slaap geraakt. En dan gaat het geen 2 uur duren om die patiënt te doen slapen, maar veel langer, of is het zelfs onmogelijk om die patiënt in slaap te houden. Ja, omdat dit ook zo'n prikkel heeft als je een plotse derving hebt van je medicatie. Dus in de ene spuitaandrijver gaan we dan de pijnstilling en de symptoomcontrole behouden. Dus je morfine, je anti-emeticum enzovoort. In een tweede spuitaandrijver gaan we dan de medicatie steken om de sedatie te gaan doen. Dit maakt dosisaanpassingen een stuk gemakkelijker. Merken we van, oei, die patiënt heeft precies wat pijn, dan gaan we de pijnstilling verhogen in de ene pomp, zonder dat we eigenlijk moeten komen aan onze sedatie die op dat moment misschien ook nog bezig is. Omgekeerd ook, als de patiënt bijvoorbeeld niet goed slaapt, dan kunnen we de snelheid van de pomp van de sedatie wat verhogen, waardoor dat je eigenlijk enkel de sedatie verhoogt, zonder dat je per se de morfine moet gaan verhogen. We moeten ook geen medicatie gaan toedienen die eigenlijk op dat moment niet helpend kan zijn. En dan nog een puntje die ook heel belangrijk is, omdat dat dan meestal 's nachts gebeurt. Dus best een plaatskatheter gaan toedienen bij je patiënt. Zeker als die patiënt nog tot de laatste dagen toch wel wat vocht binnengenomen heeft. Want een overvolle blaas is ook zo'n prikkel die dan net midden in de nacht begint op te spelen, waardoor dat je patiënt dan terug wakker wordt en dat jij als arts of als verpleegkundige uit bed wordt gebeld. Misschien hier ook even benadrukken, plaats die blaaskatheter nadat de sedatie gestart is. Ja, dat is iets wat ik echt wel heel vaak zie, dat thuisverpleegkundigen, dat mensen in woonzorgcentra, maar ook in ziekenhuizen, dat we gecontacteerd worden om de sedatie mee op te starten en daarin te begeleiden. Dat men zegt van we hebben al een goede voorbereiding gedaan, er zit al een blaaskatheter. En dan denk ik, ja, een blaaskatheter plaatsen, dat is nu niet echt het meest aangename voor een patiënt. Weet je, als we dan kunnen vermijden dat die dan nog bewust moet meemaken, laat ons dan wachten totdat we die sedatie ook effectief hebben uitgevoerd en daarna dan de katheder gaan plaatsen. Sorry voor het onderbreken. Dat is niet erg. En dan had ik misschien nog één puntje dat ik daarbij wilde vermelden. Dus in uitzonderlijke omstandigheden, en daarmee denk ik dan bijvoorbeeld aan een woonzorgcentrum of een ander centrum, waar dat er een hele grote uitbraak is en dat er verschillende patiënten tegelijk een sedatie moeten hebben. Er kan wel afgesproken worden dat een goede palliatief referent bijvoorbeeld ook iets op zich neemt. Dus maak daar goede afspraken over binnen het centrum, dat die patiënten toch niet daarvan afhankelijk zijn van een arts die toch maar niet kan komen. Het zijn een beetje onzekere tijden en met momenten is het heel druk. Dus er moeten daar zeker ook mogelijkheden zijn om daar toch een sedatie te kunnen doen zonder dat de arts aanwezig is. Oké, dan gaan we even naar de start van een diepe palliatieve sedatie. Eventjes, dat is even theoretisch. Ik wil er toch even over gaan en dan ga ik straks even een voorbeeld gaan geven. Wij raden aan om subcutaan te gaan toedienen. Het kan in principe ook intraveneus. Dat gaat een stuk sneller. Maar je subcutane toediening is een stuk rustiger. En dus ook iets veiliger. Dus je gaat iets langer moeten wachten op je effect. Maar het effect is er dan ook wel zekerder.
Dus we beginnen met, zeker omdat het nu een diepe palliatieve sedatie is, beginnen we met 5 tot 10 milligram midazolam subcutaan toe te dienen. Hier even een kanttekening bij. Er bestaan verschillende dosages van midazolam. Dat bestaat in 15 milligram per 3 milliliter, maar dat bestaat ook in 5 milligram op 5 milliliter. Maar als we al moeten beginnen met 5 milligram, dus 5 milliliter subcutaan te gaan toedienen, dan heb je al even tijd nodig en dan moet je dat op verschillende plaatsen beginnen inspuiten, want de huid is rekbaar, maar ook niet oneindig rekbaar. We raden aan om minimum de ampoules te nemen van 15 milligram per 3 milliliter, of zelfs nog hoger gedoseerd, bestaat ook 50 milligram voor 10 milliliter. Dat is dezelfde dosis. Ja. Allebei 5 milligram per milliliter. Ja. Dat is juist. Maar het zijn andere ampoules. Hè? Ja, het zijn inderdaad andere ampoules. Goed. Bij onvoldoende effect, dus je hebt die 5 tot 10 milligram toegediend, dan na een half uur bij een subcutane toediening, kan je eigenlijk de helft van die startdosis opnieuw gaan bijgeven, als je patiënt nog niet goed slaapt op dat moment. En dit kan je eigenlijk blijven herhalen per half uur, totdat je patiënt eigenlijk diep in slaap is. Voor de onderhoudsdosering gaan we dan overschakelen naar een spuitaandrijver liefst, waarbij dat we de onderhoudsdosering zien als de helft van de totale opstartdosis per uur. Straks geef ik daar een voorbeeldje van. Stel dat er geen spuitaandrijver is, dan gaan we eigenlijk de dagdosis delen door 12 en dan om de 2 uur die hoeveelheid gaan toedienen. Ja. Dus als we dan nu eventjes in een voorbeeldje gieten, dan zou ik zeggen van kijk, stel nu dat we starten met 5 milligram, wat dat eigenlijk denk ik de meest gebruikte dosage wel is, en je patiënt slaapt niet, hoe kan je dat weten? Er bestaat een schaal, en die noemt de RAS-schaal, die vind je gemakkelijk terug op het internet. En daar gaan we eigenlijk streven voor een diepe palliatieve sedatie naar min 4. Dat wil zeggen dat je patiënt geen reactie meer geeft op stemgeluid, dus je kunt hem aanspreken, maar hij reageert daar niet meer op. Maar bij fysieke stimulatie, bijvoorbeeld zijn hand vastnemen of een pijnprikkel, kan die patiënt nog even wat reageren. Dat is oké. Dat kan echt geen kwaad dat die patiënt nog even grond of daar wel op reageert. Dat wil ervoor niet zeggen dat die nog pijn gaat hebben. Normaal gezien is het symptoom dat hij op dat moment had wel onder controle. Starten met die 5 milligram. Uw patiënt is na een half uur, reageert hij nog steeds op stemgeluid en doet hij zijn ogen af en toe nog open. Dan kan je in principe de helft van die startdosis eigenlijk gaan bijgeven. En dat is 2,5 milligram. We starten met 5, dan is 2,5 milligram. Opnieuw een half uurtje wachten. Zitten we nog altijd niet op de juiste dosis, kan je nogmaals 2,5 milligram bijgeven. En dan kan je in principe nog blijven herhalen. Okay. Stel nu in deze casus, we hebben 5 gegeven, we hebben daarna 2,5 gegeven en nog eens 2,5. Al die dosissen moet je optellen. En zo kan je eigenlijk die totale startdosis gaan berekenen. Die totale startdosis is dan 5 plus 2,5 na een half uur, plus nog een keer 2,5 na nog een half uur. Dus is in totaal 10 milligram. Dan gaan we met die 10 milligram delen we door 2. Dat wordt 5 milligram per uur voor je onderhoudsdosering. 5 milligram per uur. Als we dat in een spuitaandrijver kunnen steken, doen we dat dus maal 24. Wordt 120 milligram midazolam over 24 uur en dan weet je eigenlijk wat je in je pomp moet steken. Zoals ik daar juist zei, als we geen pompen meer over hebben, wat dus echt wel kan gebeuren in een periode als deze, dan delen we gewoon onze totale dagdosis door 12 en dan kan je dus 10 milligram per 2 uur gaan toedienen subcutaan. Dat is natuurlijk heel intensief als je om de 2 uur je medicatie moet gaan geven. Dus ik denk dat dat niet zo evident is, zeker niet in een thuissituatie, om dat zo te gaan organiseren dat daar om de 2 uur mooi een verpleegkundige aanwezig is. Stel nu dat dit onvoldoende is, stel dat je patiënt na 2 dagen bijvoorbeeld toch weer wat tekenen begint te tonen dat hij pijn heeft of dat er terug een symptoom naar voren komt wat onrustig wordt, dan gaan we eigenlijk de helft van die startdosis opnieuw gaan toedienen in shots. Dus als we terugkeren naar het voorbeeld, we zaten op 10 milligram totale startdosis, de helft daarvan gaan toedienen is op dat moment 5 milligram. Het is dus ook heel belangrijk dat dit bijgehouden wordt. Schrijf dit op, noteer dit, zodat je achteraf nog weet als er problemen zijn, dat je terug kan keren naar die startdosis. Want om het proportioneel te gaan houden, zoals Veerle daar juist zei, is het echt wel belangrijk om die juiste dosissen op dat moment te kunnen gaan toedienen.
En daarna raden we eigenlijk aan, als het dan nog niet voldoende is, om even contact op te nemen met de MBA's, dus met de mobiele equipes, of binnen een ziekenhuis is dat PST, of de palliatieve referenten in een mondzorgcentrum, om dan eigenlijk de volgende stap te zetten. Want dat is dan al vrij ver dat we dan gaan. En die mensen kunnen daar zeker een goede ondersteunende rol. Dit kan van op afstand, dit kan dat ze even langskomen. Maar dat is zeker wel belangrijk om dat te gaan doen. Een belangrijke kanttekening, de term palliatieve sedatie wordt heel regelmatig verkeerd gebruikt. Daarjuist hadden we het bijvoorbeeld over 5 tot 15 of 30 milligram midazolam dat we in een pomp steken, bijvoorbeeld bij kortademigheid. Dit is geen palliatieve sedatie. Zoals in mijn voorbeeld, 120 milligram over 24 uur is heel wat meer dan dat we 30 milligram bijvoorbeeld als symptoomcontrole gaan gebruiken. Dus mocht die termen niet door elkaar beginnen gebruiken, want het is echt wel belangrijk dat mensen ook gewoon symptoomcontrole kunnen krijgen. 15 milligram is echt wel een standaard dosis dat we bij dyspnee bijvoorbeeld gaan gebruiken om de angst weg te nemen. Terwijl dat we hier met veel hogere dosissen gaan zitten, is echt de bedoeling om iemand in slaap te krijgen. Weet ook dat het niet altijd gemakkelijk is. We weten dat sedaties, uit ervaring een beetje, dat dat niet altijd zo vlot verloopt als dat we zouden willen. Leg dit ook uit aan de familie op voorhand. Zeg tegen de familie dat je gaat proberen die persoon in slaap te krijgen. Dat je ook gaat proberen dat die persoon blijft slapen. Maar dat dat niet zeker is dat van eerste keer gaat lukken. En dat die persoon ook wel nog eens kan reageren op een prikkel. Want anders krijg je opnieuw, liefst midden in de nacht, telefoon van hij wordt terug wakker. Terwijl dat hij gewoon even zijn ogen opengetrokken heeft en terug in slaap gevallen is. Dat is niet altijd erg. En zeker niet in het begin van uw sedatie kan dat zeker nog gebeuren dat die persoon nog een keer even wakker wordt. Ja. Het doel van een palliatieve sedatie is om rust te brengen, om comfort te bieden bij de persoon zelf. Ook daar, normaal gezien, is dat vrij proportioneel. Het kan soms een lichte sedatie al voldoende zijn om symptomen onder controle te brengen. Terwijl dat we hier nu wel naar een diepere sedatie op zoek gaan. Maar dat ook hier wil dat niet zeggen dat mensen ook in het geheel niet meer wakker worden. Voor familieleden is dat moeilijk, want ze nemen afscheid van een familielid die zal slapen en normaal gezien niet meer wakker zal worden. En als ze dan merken dat die sedatie toch een paar dagen duurt, ook dat is dan weer zeer belastend voor de familie. En hebben familieleden daar ook echt wel heel veel uitleg voor nodig. Hier nog eens, Griet heeft daarnet ook al gezegd van de oproep om zeker palliatieve sedatie op te gaan starten met gespecialiseerde teams. Maar we willen ook wel doorverwijzen naar de richtlijn palliatieve sedatie die op pallialign.be staat. Daar zie je een zeer uitgebreide uitleg rond die richtlijn. En niet alleen de adviezen, maar wat ik vooral ook belangrijk vind, is dat men binnen Pallialign ook altijd veel aandacht heeft over het multidisciplinaire op de totaalzorg rond de patiënt. En niet alleen hoe, maar ook waarom je bepaalde zaken gaat uitvoeren. Ja. Een richtlijn die hier nu niet in zit, maar die ik ook wel heel interessant vind, is de richtlijn die op pallialign.nl staat. Dus de Nederlandse Pallialign. En dat is de richtlijn stervensfase. Dat is een heel toegankelijke richtlijn. Daar is ook een folder aan gekoppeld. Die gaat over stervensfase bij de uitleg, hoe je kan goede uitleg geven over de stervensfase. Dat is een folder van IKNL en die vind ik altijd heel toegankelijk om aan familieleden te gaan geven. En voor mijn studenten is dat altijd een must, dat weten ze. Die folder moeten ze van achter naar voor en van voor naar achter kennen voor het examen, omdat dat echt de manier is om op een correcte manier uitleg te gaan geven over de stervensfase. Een laatste puntje wat we aan bod willen laten komen is het gebruik van de spuitaandrijver. Dus als het niet meer mogelijk is om oraal medicatie te gaan geven, is het nu voor pijn, is het nu voor andere symptomen, dan kan een spuitaandrijver geplaatst worden. Het gebruik van de spuitaandrijver, daar gaan we in deze e-course niet dieper op in. Omdat er toch ook wel een vrij verschillend niveau is van
kennis daarover bij jullie. Maar weet wel ook dat binnen de e-learning dat er verschillende materialen ook beschikbaar zijn over die spuitaandrijver. Er zitten filmpjes in, dus linken naar YouTube-filmpjes die gemaakt zijn door netwerk Palliatieve Zorg West-Oost-Oostende en De Mantel rond het gebruik van de Graceby en rond het gebruik van de Micrail spuitaandrijver. Ik weet dat er ook nog andere spuitaandrijvers gebruikt worden als die ontleend worden bij een thuiszorgequipe, dan gaan ze daar zeker ook wel voldoende uitleg over geven. De Micrail komt momenteel het meest voor. In die filmpjes wordt er echt uitgelegd van voor naar achter hoe dat je dat het best kan gebruiken. Hè. Van het plaatsen van de batterij tot het geven van een bolus via de spuitaandrijver. Hè. Een heel belangrijk iets wat ik wil meegeven is het feit dat die spuitaandrijvers allemaal in millimeter zijn uitgedrukt. Hè. En die millimeter dat is dus meten hier van de nullijn tot aan het zwarte lijntje van de stamper van de spuit. Hè. Dus dat is iets waar vaak wel vragen over zijn, van waar tot waar moet ik nu meten? Hè. Dus je trekt de dagdosis op die moet gegeven worden hè, per 24 uur en dan ga je die vloeistofkolom gaan meten. Want die spuitaandrijver, dat zijn eigenlijk zeer domme toestellen, noem ik dat eigenlijk. Eigenlijk stel je gewoon een snelheid in waarmee dat die stamper vooruitgeduwd wordt over 24 uur. Ja. En als dat hier nu gaat over 51 mm of 50 mm, dan ga je dat toestel instellen dat die stamper 50 mm per 24 uur vooruit gaat. Dus op zich zijn dat zeer eenvoudige en domme toestellen, maar wij zijn als verpleegkundigen, maar ook als artsen, wel wat geschoold in het rekenen in milliliters en milligrammen enzovoort, maar die millimeters, dat is zo soms een beetje raar. Er zit ook een filmpje in de e-learning rond het plaatsen van de spuitaandrijver, waar mijn collega alles echt wel ook nog een keer van het verzamelen van het materiaal tot het plaatsen zelf gaat uitleggen. En je zal ook zien dat die filmpjes in hoofdstukken zijn onderverdeeld, waardoor dat je echt ook gewoon kan kijken naar één element daarvan. We hebben hier wel een paar belangrijke vragen ook voor jullie via de WhoClap. Omdat dat toch ook al zaken zijn die we willen weten, om te weten of dat daar ook bepaalde acties aan moeten gekoppeld worden. De eerste vraag is, zijn er bij jullie momenteel voldoende spuitaandrijvers beschikbaar? Nee. We weten dat sommigen een eigen spuitaandrijver hebben. Je kan hiervoor ook de dienst palliatieve thuiszorg contacteren om uit te lenen, zowel in de woonzorgcentra als in de thuiszorg is het geval. De meeste ziekenhuizen hebben hun eigen... Alle ziekenhuizen hebben hun eigen spuitaandrijvers. Misschien zijn er mensen die zeggen van ja, eigenlijk wist ik niet waar ik dat kon vinden. Maar het kan ook wel zijn dat er misschien mensen al zeggen van ja, eigenlijk bij ons zijn ze allemaal in gebruik. We weten dat er problemen zijn geweest in de eerste golf, maar momenteel hebben we er eigenlijk niet zoveel zicht op. Dus dat is toch wel een belangrijke vraag die we aan jullie willen stellen. We geven jullie daar even de tijd voor om op te antwoorden. Ondertussen laat ik ook al de tweede vraag aan jullie zien. En Kevin, die ons technisch ondersteunt, die zal straks ook één voor één de vragen via WhoClap naar voren laten komen. Hè. Een tweede vraag is daaraan gekoppeld. Hebben jullie voldoende medicatie momenteel voor de zorg voor de palliatieve patiënten? Ja, er is voldoende medicatie. Of zeggen jullie nee, er is een tekort aan zuurstof? Wat wel beperkt nodig is, natuurlijk. Maar het kan wel zijn dat je algemeen wel ziet dat dat een tekort is. Of nee, we hebben tekort aan medicatie, midazolam en morfine. Of is er een tekort aan de beide? Dus dat is toch ook een vraag die we aan jullie willen stellen. Maar we weten ook uit de eerste golf was er een tekort aan midazolam op een bepaald moment. Wat toch wel heel lastig was in de symptoomcontrole. Maar ook nu hebben we eigenlijk de vraag aan jullie of er daar een tekort is. En dan komen we toch ook bij een laatste elementje in deze e-course. En dat is het gebruik van
het toedienen eigenlijk van medicatie voor symptoomcontrole zonder spuitaandrijver. We hebben daar in de eerste golf wat opzoekingswerk voor gedaan, omdat we helemaal niet goed zijn om dat te gaan doen. Het is toch wel belangrijk, zeker bij tekorten in die spuitaandrijvers, dat we weten hoe we het kunnen doen zonder spuitaandrijver. Griet, geef jij daar wat toelichting bij? Ja. In principe is het zo dat we eigenlijk een beetje het systeem van de spuitaandrijver gaan nabootsen. En daarmee gaan we rekening houden met hoe lang de medicatie gaat gaan werken. Hè. Dus we weten bijvoorbeeld dat morfine ongeveer 4 uur zijn werking doet. Dus gaan we eigenlijk onze totale dagdosis dat we eigenlijk willen geven, delen door 6. En dan kunnen we mooi om de 4 uur eigenlijk die hoeveelheid gaan toedienen. Wat dat het toch mogelijk maakt om zonder spuitaandrijver dit te gaan geven. Sommige medicatie moeten we om de 2 uur gaan toedienen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan midazolam. Dat er daar nog bij stond. In principe is het zo. Wat je wel kan doen, is een vleugelnaaldje laten zitten. Waardoor je niet opnieuw iedere keer moet aanprikken. Dan kan je na de medicatietoediening een klein beetje natriumchloride naspuiten. Om zeker te zijn dat alle medicatie niet in het slangetje blijft zitten, maar eigenlijk mooi in de patiënt wordt opgenomen. Het hangt er ook een beetje vanaf welk materiaal we gebruiken. Hé. Als verpleegkundige noemen we dat dan vaak een blind naaldje plaatsen. En dat is het elegantst met zo'n katheder, omdat je daar ook de katheder plaatst en de naald gaat verwijderen. Hé. Dat geeft nog extra comfort voor de patiënt. Maar ook gewoon een vleugelnaaldje gebruiken met een leidingje aan kan heel comfortabel zijn bij de patiënt. Dat is ook hetgeen wat we gebruiken bij de spuitaandrijver. En via die weg kan je dan, als het nodig is, om de 2 uur medicatie gaan toedienen. Dat kan zelfs in de thuiszorg. Maar dan moet je heel goed gaan samenwerken, ook met de mantelzorger bijvoorbeeld, om dat toch om de 2 uur te gaan toedienen. Misschien ook heel interessant om te weten dat er in de e-learning zelf, en die kun je ook gaan openklikken, zit er een combinatietabel die ons bezorgd is bij de opmaak door Griet, waardoor dat je goed ziet van welke medicatie mag er nu samen in die spuitaandrijver en niet. Want als je inderdaad wel medicatie geeft, zowel voor de pijn als voor een reutel, voor onrust bijvoorbeeld, dan moet je toch ook wel een stukje gaan kijken wat er wel of niet kan gecombineerd worden in die spuitaandrijver, in die spuit voor de spuitaandrijver. Hé. Maar opnieuw, Griet heeft het daar straks ook al gezegd, als je wel sederen en pijnmedicatie tegelijk geven, dan geef je dat best niet. Hé. Hier ga ik ook heel snel overgaan, maar mensen die deze e-course ook zelf willen gebruiken voor vorming, hier zit je nog eens met de uitleg over wat de prikplaatsen precies zijn en ook nog eens de procedure voor het aanprikken subcutaan voor het plaatsen van de spuitaandrijver. Voilà, dan zijn wij aan het einde eigenlijk van de e-course gekomen, maar we willen toch enerzijds zeggen van oké, waar vind je nog meer informatie? Je hebt de adviezen van de Belgische Vereniging voor Geriaters en Gerontologen, zowel voor de opname, maar ook voor de symptoombehandeling. Alle richtlijnen op PalliaLine zijn sowieso altijd warm aangeboden. En dan hier meer specifiek de richtlijn dyspneu en de richtlijn palliatieve sedatie. En Griet heeft er ook een advies aan toegevoegd rond de medicatievoorraad, dat zij voor het woonzorgcentrum had opgemaakt, ook in de eerste golf, naar oké, welke medicatie heb je nu eigenlijk nodig om een goede noodtroes te hebben voor de zorg voor je COVID-patiënten. Ik wil toch wel een aantal mensen heel specifiek bedanken voor het maken van deze e-course. Daar heb ik heel veel beroep mogen doen op Griet medisch advies. Maar ook de mensen van het netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo, Gerda Okerman en Connie Vervink, hebben mij heel sterk geadviseerd rond
enerzijds vroegtijdige zorgplanning, maar ook rond het toedienen van medicatie zonder spuitaandrijver. En dan hebben we ook nog Chantal Versluis, collega in de opleiding verpleegkunde, die ons ook geholpen heeft met de filmpjes rond alle technische handelingen. Want zij is bij ons dan de collega die alle skills aanleert in Skills Lab. Allee. Ze is die niet de enige collega, maar zij heeft ons wel geholpen hiermee. We hebben ook een aantal mensen die gezorgd hebben ook bij het maken van de filmpjes voor script, regie, montage enzovoort. En dan wil ik nog heel specifiek ook de mensen van de End of Life Research Group, onderzoeksgroep Zorg rond het leven zijnde, vermelden, waarvan ik de communicatieleidraad mocht gebruiken. En ook de collega's hier, Marilyn en Veronique, voor het nalezen van het geheel. En ook professor Peter Kuppe, die verantwoordelijk is ook voor de richtlijnen van Palialine. Hij heeft beloofd om ons te betalen in dozen pralines per keer dat we Palialine uitspreken. Dus we hebben er al goed verdiend. Hè? Dank je ook. Voilà. Ja. Maar we zijn ook gewoon heel trots op die richtlijnen. En dan ook Gert Huismans, die ons geholpen heeft met het nalezen van deze e-learning. En aan wie we nu ook het woord even zullen teruggeven. Gert, terug over naar Wust Wezel. Zo, ik hoop dat iedereen er veel aan gehad heeft. Ik vond het alleszins helder. En ik denk dat er op de belangrijkste symptomen goed is ingegaan, dat er van daaruit toch een degelijke basiskennis is aangeboden. En bijvoorbeeld, ik denk dat dat voor heel wat hulpverleners toch een belangrijk inzicht is. Bijvoorbeeld de aanpak van dyspnee, combinatie morfine, sedativa, dergelijke dingen. Ik wil hier maar heel kort nog iets aan toevoegen. Ik denk dat vaak goede pijn- en symptoomcontrole een beetje tegenover curatieve en supportieve zorg gesteld wordt. Bij COVID-patiënten gaat het vaak om, ja, hoe kunnen we die mensen toch zodanig ondersteunen dat ze dit zullen overleven. En men gaat dan pas in een tweede tijd, wanneer het klaarblijkelijk zo is dat dit niet meer lukt, denken aan pijn- en symptoomcontrole. En dat is een beetje hetzelfde verhaal als wat we zien in het traject van heel wat mensen. Maar ik denk, ook bij andere aandoeningen trouwens, maar ik denk dat dat een valse tegenstelling is. Goede pijn- en symptoomcontrole gaat de kans op overleving niet verminderen. Wel vaak in tegendeel, als je goede pijn- en symptoomcontrole uitvoert, ja, dan gaat dit ook supportieve therapie zijn tegelijk en gaat dit eerder de overlevingskansen verhogen. Dus ik denk dat dit een pleidooi is om goede pijn- en symptoomcontrole voldoende vroeg in de scope mee te nemen, ook bij COVID-patiënten. En dan een tweede punt is, en dat is denk ik uit deze e-learning ook overvloedig gebleken, goede palliatieve zorg is teamwerk. Teamwerk rond het bed van de patiënt, maar misschien ook teamwerk met de meer gespecialiseerde palliatieve zorg waar dat nodig is. Want onze opdracht is ook bij mensen met COVID zorgen voor een menswaardig levenseinde. Goedenavond allemaal, dank aan de sprekers. Ik hoop dat jullie er allemaal veel aan gehad hebben en dat het jullie ondersteunt bij de palliatieve zorg die jullie elke dag moeten uitoefenen. Voor iedereen helemaal afhaakt, willen we jullie toch nog even de resultaten tonen van de laatste WooClaps. We zijn dit nu aan het presenteren. Maar we vinden het toch ook wel belangrijk aan jullie om mee te geven wat de ervaringen waren. We gaan even terug naar de vragen. De vraag rond palliatieve sedatie was dan inderdaad wel een belangrijke vraag. Het is inderdaad belangrijk om mee te geven, ja, het tweede antwoord was het juiste. In het kader van een longinfectie mag je echt wel direct overgaan tot een diepe palliatieve sedatie. Anders is het zo dat een sedatie inderdaad altijd proportioneel moet zijn en traag opgebouwd moet worden. Volgende vraag, zien we dat er heel wat mensen over hun eigen spuitaandrijver beschikken of contact opnemen met de dienst palliatieve thuiszorg. Gelukkig zijn er heel weinig mensen die aangeven dat er te weinig spuitaandrijvers zijn.
Als dat zo zou zijn, geef dat gerust ook mee. Contacteer hiervoor ook echt wel de netwerken of de Federatie Palliatieve Zorg. Voor de mensen die niet wisten hoe ze hem konden vinden, je kan dat dus wel gaan ontlenen en samenwerken met de MBI in je regio. Ja. Hebben jullie momenteel voldoende medicatie? Ook hier is de geruststelling dat 87% zegt ja. Maar het baart toch wel zorgen dat toch een aantal mensen aangeven dat er een tekort is. Vooral de tekort aan medicatie, de midazolam en morfine. Dat moeten we toch gaan opvolgen ook. Tekort aan zuurstof is relatief, maar is wel belangrijk bij patiënten die nog curatief behandeld worden, is die zuurstof ook echt wel noodzakelijk. Dus in die zin is dat toch ook wel een belangrijk element om mee te geven. Ja. En dan hadden we nog een laatste vraag voor jullie. Oei, zit die nog niet beantwoord? Ja. Wat vonden jullie van dit webinar? We zien dat er nog een aantal mensen ook aan het stemmen zijn. Kevin, kan je op het spinnenwebje duwen? Klikken dan ook. Wacht hoor, we zijn het aan het presenteren. Voilà. Oké. En dan zien we dat Griet en ik ons rapport nu krijgen van jullie. We zien dat er nog heel wat mensen aan het stemmen zijn. Maar dat we nu overwegend wel positieve respons zien. En dat is toch ook wel fijn. Want het hele proces was voor ons toch... Wel, maar als ik eerlijk mag zijn, toch ook wel stresserend om hier te zien hoe snel de inschrijvingen binnenliepen voor dit webinar. Nog een keer echt heel erg bedankt iedereen om in jullie vrije tijd van 8 uur tot 10 uur 's avonds met zoveel mensen te luisteren naar een verhaal over palliatieve zorg. We wensen jullie alle goeds in de zorg voor jullie patiënten. En neem gerust contact op met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen of met het netwerk in je buurt als jullie nog vragen hebben. Prettige avond nog.